Mijn vader en mijn moeder zijn beide afkomstig uit Suriname. Mijn vader en mijn moeder komen beide uit Suriname. Nederland is enorm verdeeld de laatste tijd. Best vervelend, want het telt 200 nationaliteiten, waaronder Surinamers, Molukkers en Ghanezen. Wat weten we van ze en wat is hun relatie met Nederland? Hoe zijn ze hier terechtgekomen bijvoorbeeld? Op school wordt het je niet verteld, daarom vertellen wij het. Wat ik weet is dat ik een Surinamer ben en niet een bepaalde type, bepaalde stam Surinamers. Ik weet het is een mengelmoesje. Ik zie mezelf als een Surinamer, niet per se als een Indiaan of een Creool of een Javaan of iets dergelijks. Ik weet dat ik een Surinamer ben. Ik ken een deel van het verleden, zeg maar. Maar ik heb nooit, zeg maar, mijn stamboom uitgediept. Dus ik denk dat er nog heel veel is wat ik te weten kan komen. Suriname is een heel divers land met verschillende bevolkingsgroepen. De grootste groepen zijn de Indianen, Creolen, Marons, Hindustanen, Javanen en Chinezen. Dat Suriname zoveel bevolkingsgroepen kent, komt voor een groot deel door de kolonisatieperiode. Toen Nederland Suriname had veroverd, moesten de oorspronkelijke Indianenstammen werken op de plantages. Dit konden ze echter niet meer aan door de werkomstandigheden en de vele ziektes. Dit zorgde ervoor dat bijna alle Indianen van de Surinamestam uitstierven. Daardoor ging Nederland elders op zoek naar slaven. Vanaf toen werden er voornamelijk West-Afrikaanse mensen gedwongen om slaaf te worden. Veel Hindustanen, Javanen en Chinezen zijn onder dwang naar Suriname verscheept. Als we geschiedenisboeken praten op middelbare school, dan heb ik één bladzijde. Eentje? Eén bladzijde en daar stond in dat in de VOC-tijdperk, los van tabak en kruiden, er ook een korte periode gehandeld is in slaven. Ja. Dat is volgens mij precies wat erin staat. Ja. Ik weet niet wat jij... We hebben exact een generatieverschil, ik weet niet hoe het bij jou... Nee, exact hetzelfde. Ik rap ook in een track die nog uit moet komen dat volgens de geschiedenisboeken begint onze geschiedenis in de slavernij. Ja. Snap je? Het is geen, dus niks daarvoor, dat is gewoon waar het begint. Ja. Ik weet niet wat ik ben. Ben ik een Zuid-Amerikaan, ben ik een Nederlander of ben ik een Afrikaan? Ja. Snap je? Maar, want in Afrika word ik niet geaccepteerd als een Afrikaan. Ja. In Zuid-Amerika word ik niet geaccepteerd als een Zuid-Amerikaan. Ja. En in Nederland word ik niet geaccepteerd als een Nederlander. Ja. Dus wat ben ik dan precies? Ik ben een mens. Uiteindelijk was Nederland een van de laatste landen die de slavernij afschafte. Onder de Surinaamse bevolking wilden veel mensen onafhankelijk worden van Nederland. Maar veel ook niet. In 1975 hadden de voorstanders het voor elkaar gekregen en werd Suriname onafhankelijk verklaard. Wat leidde tot groot feest, maar ook tot veel protest. Ik weet niet zoveel van de onafhankelijkheid, hoe het in precies is. In werking is van mij. Ja. Voordat Suriname onafhankelijk werd, heeft het voor een heleboel beroering gezorgd. Grote demonstraties. Op die foto daar zie je een grote brand in het historisch centrum van Paramaribo. Demonstraties, arbeiders, stakingen, allerlei dingen. Omdat vooral de Hindustaanse groep tegen de onafhankelijkheid was. Wat was eigenlijk het idee achter de onafhankelijkheid? Dus meer in de zin van wat wou de meneer Aron daarmee bereiken? Loskomen van Nederland. Het koloniaal verleden achter zich laten en de ontwikkeling en de groei van Suriname in handen leggen van Surinamers. Op 25 november is het dan toch gebeurd, maar voorafgaand was het dus heel, heel, heel triest. Weet je, men vreesde voor rassenrellen, Hindustanen tegen Afrikaanse Surinamers. En dat is niet, we zijn niet met elkaar op de vuist gegaan, maar het historisch centrum heeft het wel moeten ontgelden. Je moet je realiseren dat in Suriname dat wij 400 jaar of nog meer geleerd hebben dat Nederland het land is waar je moet zijn. We zijn in Nederlands opgevoed, in het West-Europese waarden- en normen systeem, in het religieus systeem en ook nog in het economisch systeem. In dat denken. Weet je, het kolonialisme was in zijn beste vorm in Suriname, werd het toegepast door Nederland. En op een bepaald moment hebben mensen gezegd van nee, dat doen we niet meer. Toen kwam natuurlijk die staatsgreep. En in eerste instantie
zijn de Surinamers blij geweest met de staatsgreep. Want ze hadden zoiets, die onafhankelijkheid is toch niks geworden. Aaron deugt toch niet, hij kan het land niet besturen. Mm-hmm. Maar ze hadden natuurlijk geroepen, ze gaan bauxiet nationaliseren en allerlei dingen, maar er is niks van terecht gekomen. Mm-hmm. Totdat de Suraco vandaag ook op een laffe manier Suriname heeft verlaten en ons met een schuld heeft achtergelaten. En onvoldoende water voor elektriciteit bij de stuurdam. Dus die mensen hadden ook nog gelijk, dus haakjes. Suriname is ook een doofpot hier in de geschiedenis van Suriname, van Nederland. In 2060 mag het dossier weer open. Dus dat is een stukje pijnlijke situatie in de geschiedenis van Suriname. Het is deze Bouters had ze mondig en in Nederland had ze mondig. Maar weet je, op een bepaald moment is Brunswijk gekwalificeerd in Nederland als de redder van Suriname. Hij gaat Suriname afhelpen van Boutersen. En dat bracht, kijk, want Nederland is dus altijd dubbelzinnig als het over Suriname gaat. Dat is gewoon een feit. Het is een historisch feit. Ze hebben meerdere gezichten als het over Suriname gaat. Nederland ging zich op een bepaald moment concentreren naar aanleiding van een aantal incidenten in Amerika met mensen gelieerd aan het leger. En allerlei onderzoeken, het zij waar of niet waar, werd Suriname in verband gebracht met hele grote drugshandel en drugstransporten. En dat stempel hebben wij nog steeds. En wij ervaren dat nog steeds door middel van de 100% controle. De 100% controle op Schiphol en allerlei processen waarbij dus zogenaamd aangetoond wordt dat het leger van Suriname verbinding heeft met drugskartel en de drugsexport naar Nederland. Dat spelletje met Brunswijk en Boutersen, het speelt nog steeds, hè? Ja. En het lijkt bijna op een soap. Lijkt op een soap. Ja. En dan beschuldigt die van wat. Ja. Want politiek Nederland is niet zo bereid om nog meer dingen te doen in Suriname. Nee, ze doen alsof, maar effectief is het niet waar. Oké. Ik vind het wel heel tof dat we dit vandaag hebben kunnen delen. Ik heb nu vooral de behoefte om nog iets dieper te gaan graven. Ik wil wat doen. Weet je, hoe we het net erover hadden, dat het nu aan onze generatie is. Ja. Want wij zijn eigenlijk de eerste generatie die hier in dit land is geboren en weet je, hier en mogelijkheden en de kennis van de studie en dergelijke. En de financiën ook heeft. Vaardigheden. En de vaardigheden heeft om ook eigenlijk wat terug te doen aan ons volk in Suriname. Het is essentieel dat het onderwijs dit opneemt in hun curriculum. Ja, ik denk sowieso dat het praktisch onmogelijk is om een 500, 600 jaar geschiedenis in één bladzijde te doen. Het is een belangrijke geschiedenis van Nederland. Weet je. Het is minder positief. Ja, maar iedereen heeft zijn goede en foute dingen. En juist als mens moet je leren van de foute dingen. Precies. Om het in de toekomst niet meer te kunnen doen. Het begint bij de kids. Dit soort musea moeten bezocht worden. Ja. Snap je? Dit moet in de klaslokaal besproken worden. Dat is wat hij zegt, er moet gewoon tijd en energie ingestoken worden. Het is niet een pagina die je heel snel om kan slaan. Je moet hierover in gesprek gaan, omdat dat is wat er eigenlijk voor gaat zorgen dat mensen in de toekomst juist naar elkaar toe groeien en niet alleen maar bezig blijven met de verschillen of wat er in het verleden is gebeurd op een negatieve manier. Snap wat ik bedoel? Je moet het eerst accepteren. En vanuit die acceptatie kan je gaan bouwen. Dus het is belangrijk. Het is essentieel. Ik ben Leroy. Ik ben Winne. En ik ben een Nederlander. Ik ben een Nederlander.